Yo guys, mijn naam is Chris en welkom bij een allereerste hop. Hey, je staat op mijn plek, kan je even naar de kant gaan? Maar goed, welkom jongens, dames en heren. Mijn naam is Chris en welkom bij een allereerste gloednieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Vandaag zitten wij in EO3 en we rijden nu even lekker alleen. Vanavond ga ik, als hij kan, lekker... samenspelen nu een keer weer. Maar vandaag gaan we hebben een reetje van Amsterdam en dan gaan we naar Hamburg. En ja, tunt multi nog gemaakt, eventjes. En dan gaan we lekker naar Hamburg rijden. Er staat iemand hier min pal op de weg. Pas wel. En laten we de 50 duimpjes omhoog halen voor deze video, allereerste livestream video van Euro Truck Simulator 2 multiplayer. En jongens, ontzettend bedankt voor al de steun en support wat jullie mij hebben afgelopen dagen af en toe mee hebben geholpen. We hebben onderhand nu 132 abonnees. Ik dacht, ik ging gisteren ook wel een video opnemen, maar dat ging niet goed, want de encoding was iedere keer te hoog, gaf die bij mij aan. En nu zitten we lekker op 60 fps en encoding geeft hij geen meer aan dat hij overbelast is. En ja, zet in de reacties neer of jullie een keer mee willen rijden, mag heus van mij. Dan zet ik onder in de beschrijving neer waar we naartoe gaan en waar wij beginnen. En zoals nu was ik een keer in Amsterdam. En waarom op is mijn frame drop zelfs 0 omlaag gaan? Nu zitten we weer normaal op 60 fps. Toeteren. Ik wil eerst zeggen, hij toetert niet terug, maar hij toetert netjes terug. En dan gaan we maar lekker achteruit liggen. En dan gaan we gewoon lekker jagen, hè, naar Hamburg. Lekker 125 km per uur. Niet echt realistisch, maar goed. Dan weet je zeker dat je ook eerder op je bestemming bent, hè. En als ik ga opnemen, dan is het altijd EO3 dan. Een livestream, en dat zet ik iedere keer af en toe. Stel dat ik dat ooit doe, keer weer. Dan zet ik het in de titel neer. EO2, 3 of 1. EO1 is altijd heel rustig. EO2 is altijd zo vol en groot. En ook dan heel veel frame drop voor de stream. En waarom hij nu weer heel veel frame drops heeft, dat weet ik niet. En niks slingert. Ik heb mijn 18 ms en ik rij mijn uppie. Maar goed jongens, als jullie deze video leuk vinden, geef massaal een blauw duimpje omhoog. Ja, wat ik al op het begin zei, laten we de keer de 50 of de 100 likes halen op deze video. Dat is een nieuw record op het kanaal. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het zeker voor mijn multiplayer of streams. En ja, ik zit ongeveer op 38 ms. 40 fps. En wij moeten naar Transinet in Hamburg. En we moeten nog 5 uur rijden, we zijn net een uurtje onderweg. Dus geniet verder van deze video en dan laten we gewoon lekker gaan rijden. En helaas kan ik net niet gaan knippen omdat ik geen goede editprogramma heb. En geluidsdaad denk ik daar. Even je geluidsdaad zetten. Lekker bezig, ja dat weet ik. Want ik wist niet dat het geluid op je zo hard stond. Zoals je ziet, wel mooi zachtjes, leuk zachtjes. Ja, hij staat volop. Hoofdmenu, klaar. En dan gaan we nu weer gassen. Want het geluid heb ik behoorlijk hard aanstaan, hè. Dus lekker gaan gassen. Oh. Ik wil eerst zeggen, hij knippert netjes terug en hij gaat verder op rechts. Hij doet zijn knippen heel veel uit, maar dat heeft geen zin bij mij. En volgens mij komt er nog iemand aan. Ja, ik ben nu 0-1. Ik dacht, hij knippert netjes terug iedere keer, zo links en rechts, links en rechts.
Maar nee, ja, zulke mensen heb ik ook tussenin zitten. En ik probeer elke video een beetje tussen de 80 minuten omhoog te zijn. Binnen 30, 20 minuten ongeveer. Binnen 30 minuten wil ik proberen zo'n vraagje te doen. Dus we zijn nu richting Hamburg aan het rijden. We komen nu bij een, ik wil zeggen, oversteekplaats, maar dat is geen oversteekplaats. Het is een, ja, hoe heet dat? Een viaductje. Ik kwam niet op die naam van dat ding. Je zou maar zo heten. Dan wees blij dat ik er achter mijn naam op rechts staan. En je hebt mensen gewoon die maar netjes terug toeteren. En ik heb streamers op staan of niet? Ja, streamers heb ik op staan. Nou goed, over 200 meter komen we bij de grens van Duitsland. En dan zijn we eindelijk, nou ik wou zeggen, eindelijk uit Nederland. Nou goed. Over 3, 2, 1 en we zijn in Duitsland. Yay! Nou, dat was jullie erg blij van, maar niet. Hoe kan ik mijn FPS weer een beetje weer normaal houden? Dat weet ik niet. Maar zoals nu is het lekker, dus op de weg. Gewoon lekker doorkarren. En zet onder in de reacties neer wat jullie van deze video vinden. En ja. Gewoon gezellig gaan jagen met elkaar. Een beetje rustig op de weg. Zet eens wat anders op. Het is wel heel erg stil, hè? Hoe zachtjes mijn muziek op. Wat voor nummertjes zullen we doen? Die niet, die niet. Die ook niet, want dan krijg je die daar een tijd. Gewoon een beetje voor achtergrondsmuziek. Want anders is het ook wel heel erg stil, hè. En alsnog, ik kan mijn auto nog harder zetten. Maar ik denk dat dit wel redelijk zit. Nu neem ik op eindelijk weer goed normaal op. Eindelijk. Ik moest alleen helemaal een nieuwe update van OBSM. En alsnog zie ik altijd heel vaak dat hij nu lijkt nog. En ik zit niet eens in de drukke stad. Zal ik je dat nog eens zijn? Nou goed. Auswaarts. En we rijden met een Scania R. Wacht even. In ieder geval R-serie V8. En welke V8 heb ik niet meer? Wel even kijken. Oh ja, 85 reden bij je. Hier, haal je eentje. Nou, zulke mensen heb je ook tussen zitten, hè. Die wat netjes terug toeteren, tenzij dat ze zelf eerder terug toeteren. En af en toe toet ik zelf weer terug. Je moet toch netjes zijn tegen de mensen, hè. Nog 3 uurtjes rijden en dan zijn we eindelijk in Hamburg. En ik kan naar Osnabrück, Hannover en ja, hoe die boete snel uitschuift, dat weet ik niet, maar goed, dat komt later wel. Laten we eerst nog wel een stukje rijden. Oh, oh. Dus. Heeft er nog iemand lucht te vertellen, want dit kan nog wel eventjes duren. Ah ja, we zijn ook zo. We zitten op bijna 10 minuten en dan zijn we net op de helft hier. En hier kan ik me nog heel goed herinneren. Hier had ik een Quint een ongeluk gehad. Dat denk ik. Weet niet meer. Nou goed. Zal wel. MS en 40 FPS. Hmm.
Ja, waar moet je nu nog anders op zijn? Ik kan moeilijk daar zelf zijn, want dat is een copyright. Een no copyright of gewoon copyright. En meneertjes telefoon vergeten. Lekker bezig, ja, daar haal ik zelf geloof op. En deze video neem ik nu op nadat ik op school terug bij school af. Dus af van hem. En we zijn nog steeds lekker alleen, hè? Ja. Afkloppen. Wees blij, nu is de Halloween special. Nou, wees blij. Jammer dat Halloween special nu al afgelopen is, want anders wou ik de Mighty Griffin pack ook erbij kopen direct. En de Daft Tunic pack. Maar die waren opeens 2 euro en nu zijn ze weer naar 4 en 5 euro gestuurd. Jammer maar hoor. De Daft Tunic pack en de Scandinavië, dat komt nog wel even hier. Komt het einde van deze, of einde van dit jaar, mag ik zeggen. Einde van deze, of in ieder geval Italië komt eind van deze maand uit, maand, eind jaar, eindtijd, er is praten, ja dat weet ik. Eind is, eind dit jaar eindelijk uit. En in de stad terecht krijg ik denk ik wat druk. We zijn hier, oh we zijn hier met 1 man nog, alleen ik. Maar goed. Het is 18 en ik... Ja, dat klopt ook nog. Oh nee. Ik wou zeggen, dat klopt nu nog steeds, want ik heb... Het is nog 18 Celsius of... Het is 16. Ik wou zeggen, hey, eindelijk. 18 MS en 18 graan. Maar de 18 graan gaat voorbij. En deze video neem ik maandags op, dus nu eigenlijk. En deze krijg ik ook vandaag te zien, denk ik om 5 uur, als dat lukt eigenlijk hoop ik. Ik hoop van wel. Want deze video is dan, ja, als ik een beetje doorga, dan komt deze video nog online, 5 uur online. En zo niet, als ik dat niet haal, dan wordt het 6 uur, half 6 ongeveer. Maar ik denk dat half 6 hoop, denk ik. Als ik een beetje mijn snelheid van mijn auto ken, dan lukt het met gemak. Want zoals nu, dat gaat wel redelijk. Want als we een livestream hadden gezegd, dan was het wel leuk geweest. Dan kan ik gewoon hier om en dan kon ik ook nog een beetje livestreamen erbij. Maar deze knuppel die heeft mijn telefoon vergeten. Dus ik kan niet livestreamen tijdens dat ik aan het opnemen ben. Yay, lekker bezig, ja, dat weet ik. En ik ben een. Ik zit nog steeds op 40 fps iedere keer, hè. We rijden 140 en we hebben nog een drie kwartier te gaan en dan zijn we eindelijk op ons eindpunt. Yay! En we zijn net een kwartiertje bezig. Ik had niet eens in de gaten dat er iemand aankwam. Maar dat komt erdoor dat wij zijn bij Hamburg in de buurt. Dus dat betekent, we zijn er! Allemaal enthousiast klikken, klappen. En ik zeg wel in het begin, laat me ongeveer de 100 likes of de 50 likes te halen. Maar, één ding goed denk ik. Een bloedkoopje, hè, want ik heb in mijn mond een snoepje. Ja, ik kom niet op je naam. Als ik een beetje redelijk in kan parkeren, laten we dan voor de 110 likes gaan. Als ik dat kan, hè. Ik denk het wel dat ik dat wel kan, redelijk kan. Op de game zit, ik heb nu 19 FMS. En ik heb een beetje redelijk weer snelle. Tenzij dat ik op je gas in trap, dan wordt MS, dat bedoel ik, het ding is wel weer lager. Het is net dat ik op mijn beeldscherm, als die schokkert, dat hij dan op mijn andere beeldscherm, mijn opnameprogramma, beter reageert. En dat betekent, jongens, we zijn er eindelijk. Hey jongen, hoe gaat het met jou? Goed, mooi zo. En nu komen we ook in de stad, hè? Dus nu is het ook iets drukker. We zijn hier maar met. Oh, we zijn met 3 man. Om een beetje redelijk goed sturen, hè, volgende keer.
Kwartiertje bezig. Binnen een kwartier hebben wij een levering gemaakt. En als ik nog kan, dan kunnen we nog naar Bremen als ik dat wil. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit gewoon een klein videootje was voor wat er meer aan komt. Dit is gewoon lekker beunen met mij. Doe ik ook als stuntmailtje maken. Lekker beunen met mij. Ja, niet dan met mij, maar met mijn naam. Hè? Snap je wat ik bedoel? Hashtag 1, Utrex, ETS 2, SP. SP, MP. Oh god. Normaal moet ik hem altijd tappen kennen, SP. Singleplayer dan, hè? MP is, dingen, zo dat. Kijk in mijn spiegeltje. Gaat goed. Bijdragen. Ja, ik zie niks als daar nog een trailer naast staat. Ja, ik zie wel leuk en aardig dat daar nog een trailer staat, maar hoe ver die daar staat, dat weet ik niet. Even recht trekken. Dan wil ik een mooi recht maken. En dan kunnen we zo mooi naar achter rijden, of niet? Recht in dat dan. Als ik nu geen foto maak, dan vind ik het helemaal goed. En jongens, we zijn er op onze eindbestemming. En dankjewel, shut up. Raak je wel. We hebben eindelijk een nieuwe icoontje erbij. En daar wil ik nu ook de aflevering mee bij sluiten. Als jullie deze video leuk vinden, geef massaal een blauw duimpje omhoog. En laten wij de 140 abonnees halen. Nou, laten we eerst 135 abonnees halen. Oké. Ik kan nu niet zien hoeveel jullie hebben, maar goed, oké, dat is er. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. En dan zie ik jullie hopelijk weer zo snel terug bij een volgende aflevering van Eurotruck Simulator 2 Multiplayer. En waar we naartoe gaan, I don't know. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei doei.